Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video vertel ik jullie weer welke boeken ik heb gelezen in de maand juni. Ik heb best wel weer wat boeken gelezen en ik vertel je even kort waar het verhaal over gaat en of ik het boekje zou aanraden. Ik vind dit soort video's nog steeds heel erg leuk om te maken. En misschien is het ook leuk als je zelf ook van lezen houdt en je komt misschien wat minder boeken tegen om te kijken of dit boek je aanspreekt. En misschien leer je zo ook weer nieuwe boeken kennen waar je voorheen nog niet van had gehoord. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn gelezen boeken van juni, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin met een boek dat is geschreven door Jana Aston en dit boek heet Fout. Ik was zelf nog niet bekend met deze schrijfster. Het is het eerste boek wat ik van haar gelezen heb. En dit boek gaat over Sophie. Sophie die studeert nog en zij werkt naast haar studie in een koffiebar. En daar komt elke keer eigenlijk een best wel mysterieuze man die ze heel erg leuk vindt. Ze hebben eigenlijk bijna geen interactie, want ze weet op een gegeven moment hoe hij zijn koffie drinkt. Dus ze vraagt dan naar zijn bekende recept. Hij betaalt en hij gaat weer weg. Ze hebben eigenlijk hoogstens wat oogcontact. Echt hele gesprekken komen er niet uit. Sophie die heeft ook een vriendje en omdat zij nog studeert, hebben ze zeg maar een soort studentenkliniek waar je dus met je medische problemen heen kunt en zij wil op een gegeven moment aan de pil gaan. Dus zij heeft een afspraak gemaakt bij die kliniek. Ze is aan de beurt, ze wordt naar binnen geleid door een assistente en ze zegt de dokter die komt zo. Dan verschijnt de dokter en niks is minder waar, want die dokter is de mysterieuze man die zij dus steeds in die koffiebar tegenkomt, waar zij eigenlijk gewoon een oogje op heeft. De man blijkt Luc te heten en het gesprek loopt niet heel erg makkelijk, want ze voelt zich er toch een beetje raar bij. Ik denk dat dit boek speelt zich ook af in Engeland of Amerika. En in die landen is het dus heel normaal dat je gelijk, als je dus voor een probleem zoals dat je aan de pil wil gaan, een heel erg medisch onderzoek krijgt. Dus dat ze je hele lichaam gaan onderzoeken. In Nederland is dat niet echt aan de orde. Maar in het buitenland dus wel. Dus hij gaat daar helemaal onderzoeken en ja, dat gaat eigenlijk niet heel erg lekker, want er speelt toch een seksuele spanning tussen hun. Hij vraagt ook, waarom wil je aan de pil? En nou ja, ik heb een vriendje. En hij adviseert haar ook met klem, je moet ook altijd condooms gebruiken. Nou, best wel een gekke gesprek. Maar oké, ze heeft een recept meegekregen voor de pil. Mocht ze naderhand nog vragen hebben, mag ze altijd de kliniek bezoeken. Het blijkt ook dat hij niet standaard voor deze kliniek werkt. Hij werkt eigenlijk in het ziekenhuis, maar hij valt één keer per week, doet hij zeg maar dat werk op die kliniek. Net op de dag dat zij daar binnenkomt. Uiteindelijk gaat zij uit eten met haar vriend en is ook het plan dat ze die avond intiem zullen zijn. Natuurlijk zit in dat restaurant waar hun naar binnen lopen ook Luc met een vrouw aan zijn zijde. En Luc die maakt eigenlijk steeds contact met haar. Hij stuurt haar ook berichtjes tussendoor. Waar ze eigenlijk heel ongemakkelijk van wordt. En wat niet zo heel erg prettig voelt. Dan gaat haar vriend, die gaat op een gegeven moment eventjes naar het toilet. En wat blijkt, hij staat buiten te bellen. Luc die moet op dat moment gaat hij ook vertrekken met zijn afspraakje. En die hoort dus dat die vriend van Sophie buiten staat te bellen. En eigenlijk heel onrespectvol over haar praat. En het enige doel was om haar in zijn bed te krijgen. Luc die stuurt die man meteen weg en komt nooit meer bij haar in de buurt. En hij komt terug naar Sophie en hij zegt ik breng jou naar huis. Nou, Sophie zit natuurlijk vol met vragen, vindt het allemaal heel erg vreemd. Maar oké, hij neemt volgens mij haar zelfs mee. Ja, hij neemt haar mee naar huis. Uiteindelijk komt ze ook een keer bij hem thuis en valt zij in slaap. En
Ze merken toch beide dat er voor beide eigenlijk meer aantrekkingskracht is dan dat ze willen. Er in eerste instantie niet zo heel veel mee kunnen, omdat er best wel een leeftijdsverschil tussen zit. Maar ze worden toch wel heel erg verliefd. Uiteindelijk is hij haar eerste, maar hij zegt voordat ze verliefd worden wel van het is eenmalig. Maar zij is zo naar hem aan het smachten dat ze dat ook prima vindt. Ze worden dan toch verliefd. En dan belandt zij in het ziekenhuis dat zij een ongeluk heeft gekregen. En in dat ziekenhuis komen ze dus achter dat zij zwanger is. Alleen zij weet dat zelf dus gewoon echt niet. Dus zij leeft gewoon haar leven verder. En Lucy neemt wel steeds meer afstand. En zij logeert wel bij hem. En hij hoopt dus dat zij hem zelf vertelt dat ze zwanger is. Nou, omdat zij dat dus niet weet, kon ze dat ook niet vertellen. En dan wil zij op een gegeven moment haar pil innemen. En hij ziet dat en dan zegt hij, wat doe je? Ja, ik slik mijn pil zoals het hoort. Ja, maar je bent zwanger. En zij schrikt daar zo van dat zij eigenlijk weer een tijdje terug naar haar eigen huis gaat. Ze heeft ook even geen contact met Luc, want zij denkt als hij die baby niet wil. En ze denkt al heel erg voor hem. Uiteindelijk praten ze het uit en besluiten ze toch om de baby te houden. Dus ja, ik vond het een heel erg mooi verhaal. Het is de Fout-serie. Het is volgens mij boek 1. Ik weet niet of er meer boeken van zijn. Ik hoop het eigenlijk wel, want ik vond het heel leuk geschreven. Er zat ook humor in. Het zijn wel het soort boeken waar ik van hou. Maar ik weet dus niet of er nog andere delen van zijn. Maar ik denk het haast wel. Mocht ik daar nog achter komen, zal ik hieronder het volgende deel neerzetten. Maar voor zover ik weet, is daar nu nog niks over bekend. Maar ik vond dit echt een heel erg leuk boek. Het volgende boek wat ik las is van Emma Jackson. En dit boek heet The Bachelor en de Student. Dit gaat over Camilla. Camilla is 20 jaar oud. Ze is rechtenstudent. En is eigenlijk een modelstudent. Ze is eigenlijk gewoon zeer verstandig en niet heel bijzonder. Al haar vrienden die maken wel heel veel plezier. En die ervaren heel veel dingen van het leven die zij dus eigenlijk niet doet. Omdat zij echt een keurig leven leidt. Dan besluit ze zich in te schrijven voor een reality tv show. The Bachelor. En zij dacht het kan leuk zijn en misschien hou ik er een leuke ervaring aan over. Ze mag ook aan dat spel meedoen. Ze neemt het op tegen 19 andere meisjes. De concurrentie is best wel hevig. Want de bachelor heet Lorenzo. En ja, het is een vrijgezel van Italiaanse afkomst. Zij is best wel verlegen. Dus ze komt ook niet heel snel in het zicht van Lorenzo. Omdat zij zich dus best wel een beetje terugtrekt van de anderen. De anderen zijn best wel opvallend en zij is dat totaal niet. Nou ja, goed, hè. Zoals dat in zo'n bachelor gaat, dan moeten er mensen afvallen. En dan gaat hij op date met een paar mensen. En hij deelt dan rozen uit aan het einde. Op een avond komt hij dan bij haar op de kamer en ze hebben wel een gesprekje en zo. En daar gebeurt het een en het ander. En zij vindt dat op dat moment ook prima. En zij moet zich natuurlijk daarna wel weer in de strijd werpen. Dus het is wel weer een vraag van, is het verstandig om je zo snel daaraan over te geven? Want de kans dat hij nu heeft gehad wat hij wilde, is aanwezig. En dat gebeurt dan ook. Zij krijgt de volgende eliminatieronde, moet zij er dan ook uit. En ja, dan moest ze naar huis. En dat is ook het verhaal. Het was niet echt een spannend verhaal, moet ik zeggen. Het was een verhaal van een bladzijtje of 50. Ik zou dit boek niet per se aanraden, want er zit weinig spanning in. Het was wel eventjes, het las makkelijk weg, weet je, 50 bladzijden, daar ben je zo doorheen. Maar daar zat niet echt heel veel spanning in. Dus ik zou niet zeggen, nee, ga dit boek lezen. Want het viel mij zelf een beetje tegen dat het zo'n kort verhaal was.
Het volgende boek wat ik las is uit de Chicago Syndicaat serie. Dit is deel 5 en dit heet Logan. Dit is geschreven door Soraya Naomi. Ik heb er al meerdere boeken van gereviewd. En dit is dus deel 5. Deel 5 gaat over Logan Wade. En hij zit nog niet echt bij het syndicaat, want hij is eigenlijk agent geweest en hij speelde een undercover rol. Maar uiteindelijk heeft hij dus voor het syndicaat gekozen om daar trouw aan te zijn. Hij heeft ook best wel een moeilijke periode gehad, want hij heeft ook niet heel veel geluk in de liefde gehad en hij wil zich eigenlijk helemaal geven aan het syndicaat. Maar dan ontmoet hij Rosalia Calderone en dit is de dochter van James. En hij is de raadsheer van het syndicaat. En ze is ook 10 jaar jonger dan hij en hij leeft nogal een roekeloos leven omdat hij heel veel vrouwen oppikt en ze hem eigenlijk in eerste instantie niet echt uit kan staan. Maar hij moet haar gaan beschermen omdat het zoveel gevaar loopt in dat syndicaat en krijgt hij de bescherming over haar waar hij helemaal niet blij mee is. Zij ook niet met hem overigens. Zij woont nog wel bij haar ouders thuis op het terrein, maar ze heeft wel een eigen gebouwtje, zeg maar, waar zij leeft. Zij is eigenlijk altijd ook uit de maffia gehouden door haar ouders, want ze wilden niet dat zij daarbij betrokken raakt. Ze wilden gewoon dat zij haar leven lekker leidde en een goede man zou vinden en ja, gewoon alles buiten het syndicaat zou doen. Alleen zij heeft een hele goede vriend. En die vriend die studeert met haar. Alleen die komt uit een andere maffiafamilie. En dat is een concurrent van het syndicaat, zeg maar. Waardoor ze eigenlijk in een hele benarde positie raakt omdat ze eigenlijk even gevangen wordt gehouden door de vader van die jongen. En die jongen kan niks doen, want die vader is super streng. Dan komt Wade binnen en die redt haar eigenlijk. En zo ontstaat er toch een band. Alleen die jongen is inmiddels gevlucht met zijn kleine broertje. En hij kan eigenlijk nergens terecht. Ze hebben een paar dagen ondergedoken gezeten bij Rosalia, maar dat kon ook niet heel lang omdat haar ouders continu in de buurt waren. Dus uiteindelijk helpt zij hem om een plekje te vinden in de stad waar niemand hem zou kunnen vinden. Nou, dat lukt dan ook. Alleen ze zijn wel helemaal op het spoor, zeg maar, van die concurrent. Dus ze willen die vader uitschakelen, maar ook zijn zoon. Omdat ze denken dat die dus heel veel te maken heeft met dat, ook met de maffia. Dus inmiddels zijn Logan en Rosalia toch wel bezig met een relatie op te bouwen. Het moet allemaal helemaal in het geheim, want dat gaat allemaal gewoon totaal niet goed anders. En omdat haar vader daar streng op tegen is. Dan krijgt zij een sms'je of ze bij de jongen wil komen. En als zij daar binnenkomt, ligt die jongen dood op de bank. Ze gaat gelijk op zoek naar zijn broertje en die vindt ze eigenlijk in een keukenkastje. Dus ze besluit hem ook om mee te nemen, want ja, ze kan het jochie niet achterlaten. Op dat moment ziet zij Wade bij die woning staan met een pistool. Dus haar eerste gedachte is gelijk, jij hebt hem doodgeschoten. Ze wil dan ook even niks meer met Wade te maken hebben. Alleen het probleem is dat haar vader er inmiddels ook is achtergekomen dat zij dus een relatie heeft met Logan. En hij heeft tegen hem gezegd, je gaat die relatie verbreken, want anders dan zal het je berouwen. Nou ja, ze verbreken die relatie niet. Ze zijn op een moment heel dom, waardoor ze eigenlijk een beetje te dicht bij elkaar zijn op een feestje. En haar vader ziet dat. Dan reist hij snel weg, want hij heeft nog een oma in een verzorgingstehuis waar hij regelmatig komt. Ze herkent hem niet altijd meer, maar dat is eigenlijk de enige familie die hij heeft en die wordt doodgeschoten.
Logan krijgt een waas voor zijn gezicht en hij is helemaal woedend. En hij besluit dan ook naar het huis van James te gaan, de vader van Rosalia. En hij maakt hem af. Hij schiet hem gewoon dood. Hij heeft het wel heel slim gedaan, waarop de verdenking niet op hem zou komen te liggen. En ja, eigenlijk iedereen van het syndicaat komt daarbij. En ja, ze vinden het allemaal best wel erg. Alleen, ze weten ook wel dat James inmiddels een dubbele agenda had en niet meer zo trouw was aan het syndicaat. Ook de moeder van Rosalia, die wordt verbannen van het syndicaat, want die beschuldigt iedereen en die draait helemaal door. Uiteindelijk langzaam groeien Rosalia en Logan toch naar elkaar toe. En gaan ze samen ook dat broertje van die jongen die dus is vermoord toch opvoeden. Want Rosalia komt erachter dat haar vader die jongen heeft vermoord en het in de schoenen van Logan heeft willen schuiven. Dus zij besluit ook gelijk om hem te adopteren. Dat kost natuurlijk heel veel moeite en tijd. Maar het is uiteindelijk gelukt. En zo kunnen ze toch een goed leven leiden. Omdat de rest van het syndicaat wel achter een relatie staat. Ik vond het een heel mooi boek. Wel weer wat heftiger met de schietpartijen. Maar dat hoort er een beetje bij deze boeken. Ik vond het echt wel een heel erg mooi boek. En ik kan je deze serie toch wel aanraden. Tenzij je echt niet van hele heftige dingen houdt. Dan is het misschien niet zo'n goed idee. Maar de verhalen zelf vind ik wel heel mooi. Maar alleen soms een beetje heftig. Want als je dat dan leest, dan krijg ik soms ook een beetje de rillingen over mijn lijf. Maar dat is iets wat een keuze is die je zelf moet maken. Het volgende boek wat ik las is van V.K. Land en dat heet The Player. Dit verhaal gaat over Delilah Maddox en zij is sportverslaggeefster. En ze heeft dus ook promotie gemaakt en mag nu voor het eerst voor de camera spelers interviewen. Het eerste gesprek wat zij heeft is met een beroemde quarterback en dat is Brody Easton. Ze ziet eigenlijk aan alles dat hij ook een uitstraling heeft van een player. En ze vindt het gesprek prima, maar verder moet ze er niks van hebben. Ze weet zich ondanks zijn opmerkingen die hij maakt toch staande te houden in het interview. En dat gaat eigenlijk super goed. Alleen hij haalt een geitje met haar uit waar ze niet zo van onder de indruk is. En ze besluiten ook de volgende keer dat ze hem het interview en hem terug te pakken. Brody is inmiddels erg onder de indruk van Delilah en hoe goed ze haar werk doet. Dus hij wil wel met haar uit. Maar Delilah wijst hem af, want ze zegt, ja, ik ga niet uit met players. Ik heb daar niks mee. Je hebt elke keer heb je weer een ander meisje aan je arm. Voor mij hoeft dat niet. Maar Brody laat het er dan niet bij zitten en gooit alles in de strijd om toch bij haar in de buurt te komen. Ze gaan dan toch een paar keer met elkaar op date en ze leren elkaar steeds beter kennen, ook op andere manieren. En ze besluiten dan toch om het samen te gaan proberen om een relatie aan te gaan. Dat gaat wonder boven wonder ook eigenlijk best wel goed. Ik kan je helaas niet meer vertellen over dit boek, omdat het weer een tijdje geleden is dat ik dit heb gelezen. Maar ik vond het op zich wel een heel leuk boek. Ik vind V.K. Land eigenlijk een fijne schrijfster en haar boeken lezen op zich ook fijn weg. Dus ja, als je ook wel een beetje van humor houdt, zijn dit soort boeken best wel een aanrader. Dus ja, ondanks dat ik je niet meer dan dit kan vertellen, vond ik het wel een heel leuk boek. En mocht je er benieuwd naar zijn geworden, zou ik zeggen, ga hem zelf gewoon lezen en ontdek wat jij ervan vindt. Het volgende boek wat ik las is Ik wil alleen maar jou. En deze komt uit de Voor Eeuwig serie. Dit is een boek geschreven door E.L. Todd. Dit verhaal gaat over jonge mensen. Het gaat over een jongen genaamd Kaysen. En die is al heel erg lang verliefd op Sky. Maar ze zijn eigenlijk vanaf hun kindertijd al vrienden. Want ze zijn eigenlijk één hele grote familie. Omdat hun ouders die zijn allemaal vrienden of werken met elkaar. En ze noemen elkaar ook echt oom en tante. Ze zijn niet volledig familie. Maar ja, omdat ze zo'n hechte band hebben, noemen ze elkaar wel zo. Kaysen is al jaren verliefd op Sky. Alleen Sky ziet hem niet op die manier staan. Zij heeft ook een vriend die heet Zack. En Kaysen kan hem niet uitstaan, ook omdat hij daardoor
haar hem niet ziet staan, maar gewoon zijn gedrag vindt ze niet leuk. Zack besluit, heeft ook eigenlijk hele verkeerde bedoelingen met Sky, want hij wil gewoon met haar trouwen, zodat hij recht kan hebben op het deel van het geld, omdat haar ouders best wel rijk zijn. En zodra Kason daarachter komt, besluit hij met zijn groep vrienden om die jongen eens even aan te pakken. Alleen Sky heeft het inmiddels ook aan haar vader verteld. En haar vader die is hun voor, dus die heeft die jongen helemaal het ziekenhuis ingeslagen. Want hij kan het natuurlijk niet handelen dat zijn dochter zo behandeld wordt. Kason die gaat inmiddels daten met een meisje dat Jasmin heet. Hij heeft daar geen gevoelens voor. Het is eigenlijk alleen maar de fysieke aantrekkingskracht die ze hebben. Alleen Jasmin voelt wel meer voor Kason. Alleen hij date alleen maar met haar om over Sky heen te komen. Dan is het Thanksgiving en komen ze met z'n allen bij elkaar. En Kason die vraagt of hij iemand mee mag nemen. En hij neemt Jasmin mee tot de grote ergernis van Sky. Want eigenlijk mag ze Jasmin niet zo. Ze vindt het helemaal niet leuk dat Kason haar heeft meegenomen. Komen ook allerlei cadeautjes aan te pas. En een van zijn ooms die heeft ook een cadeautje voor Jasmin meegenomen. Waar zij heel verbaasd over is. Want zij heeft geen familie. Dus daarom mocht zij ook mee. Maar dan realiseert Sky zich dat ze toch meer voor Kason voelt dan dat ze in eerste instantie dacht. Haar vrienden hebben al jaren verteld dat Kason verliefd op haar is. Zij heeft het altijd weggewuifd. Maar dan komen haar gevoelens ook naar boven. En zij wil hier eerst niks mee doen, want hij is met Jasmin. En uiteindelijk vertelt een van de vrienden van Kason dus dat Sky gevoelens heeft voor hem. En besluit hij de relatie met Jasmin te beëindigen. En zo komen ze toch bij elkaar. Ik vond het een mooi boek. Ik ben op dit moment zelf in het tweede deel van dit boek bezig. En van deze reeks. En ik moet zeggen, ik vond het wel een aanrader. Het is soms een beetje langdradig het boek. Er zit ook wel wat humor in. Ik heb soms best wel hartelijk moeten lachen. Dus op zich vind ik het wel een heel erg leuk boek die ik je kan aanraden. Dan ben ik toe aan het laatste boek wat ik las. Dit is een boek van Gaby Westers en dit is het boek Follow. Dit verhaal gaat over Mia en haar gezin. Mia is getrouwd met Lucien en ze hebben twee kinderen. En ze zijn naar Frankrijk verhuisd omdat hij daar carrière kon maken. Zij is eigenlijk succesvol advocaat geweest, maar zij heeft haar werk aan de kant gezet om er nu voor Lucien te kunnen zijn. Alleen tussen hunzelf gaat het niet zo heel erg lekker meer. Hij is heel erg druk met zijn werk. En de rek in hun relatie is er wel een beetje uit. Mia zit de hele dag op social media. Ze plaatst ook de raarste teksten. En er zit altijd een boodschap achter. Maar ze is daar heel druk mee. Dan komt zij een oude vriend tegen op Facebook. Wat een vroegere jeugdliefde was. En die besluit ze een berichtje te sturen. En uiteindelijk krijgen hun eigenlijk best wel een heel erg leuk contact. Alleen ze is steeds heel erg afwachtend of er een berichtje van hem komt. En hoe en wat. En ze is best wel opdringerig, zeg maar. Ze stuurt hem steeds berichtjes en er komt er niks terug. En is ze weer onzeker. Ze heeft heel erg de bevestiging nodig dat hij haar ook wil. Dan komt er eigenlijk een hele grote ruzie tussen Lucien en Mila. Waardoor zij zegt, ik ga een paar dagen naar Nederland. Ik ga bij een vriendin logeren en je zoekt het maar eventjes uit. Nou, Lucien is daar helemaal niet blij mee. Maar oké, zij gaat naar Nederland. Ze logeert ook inderdaad bij een vriendin. En ook daar ontmoet zij dus Chris. Ze hebben best wel een paar leuke uurtjes samen. Ze hebben wel gezoend, maar meer dan dat is er ook niet gebeurd. En ze kan niet lang blijven, want zijn kinderen komen bijna thuis. En ze zegt ook, ik hoop eigenlijk deze week je nog een keer te kunnen zien. Nou, dat hoopt hij ook. Lucien en Mila hebben ook een kindje verloren. En zij wil daar sieraden van laten maken. Daardoor is zij ook naar Nederland gegaan. En dan belt eigenlijk degene die die sieraden maakt, dat zal af zijn. En nou ja, dan besluit ze ook gewoon, als ze ze heeft opgehaald, om terug te gaan naar Frankrijk. Want ze wil het graag ook aan haar kinderen geven. Lucien wilde geen sieraad. Dus
Nou, dan besluit ze terug te gaan naar Frankrijk en ze heeft helemaal niks meer van Chris gehoord. Nou, Chris die stuurt dan ineens een berichtje als zij al ver over de grens bij België of zo is. Van ik hoop dat je nog in Nederland bent, ik zou je nog een keer graag zien. Ja, helaas zegt Mila, ik ben al weg. Oh, jammer. Dan is er ook, als zij weer terug is in Frankrijk, gaat hun leven weer een beetje door. En dan hebben ze een barbecue van de buurt. Lucien, die wil wederom weer niet mee. Hij verschuilt zich weer achter zijn werk. En Mila, die besluit om maar alleen met haar kinderen te gaan. Maar ze is eigenlijk wel heel boos op Lucien. Daar komt ze een man tegen die ze eerder die middag in de stad heeft gezien toen ze aan het shoppen was met haar kinderen. Ze wilde een t-shirt kopen en, voor Lucien en ze hadden hem een berichtje gestuurd met een foto. Is dit t-shirt wat voor jou? En het duurde heel lang voordat hij reageerde en hun waren inmiddels wat gaan eten. En toen zei hij, ja, dat wil ik wel. Toen had ze eerst zoiets, ik heb geen zin om het hele stuk terug te lopen. Maar oké, ze deden het toch. Maar bij die winkel aangekomen, zagen ze dus een man staan die dat t-shirt aan had. En het was het laatste exemplaar. Zonder t-shirt gingen ze dus naar huis. En op die barbecue komt ze dus die man tegen die dat t-shirt heeft gekocht. Blijkt ook een Nederlander te zijn. Ze heeft er eigenlijk best wel een heel erg fijn gesprek mee. Sebastiaan heet hij. Ze hebben best wel een goede connectie. Ze kunnen fijn praten. En na de tijd zien ze elkaar ook nog weer wat vaker bij een weekje. Want hij heeft wat relatieproblemen. Nou, natuurlijk van Mila gaat het ook niet heel erg goed. En dan krijgt zij eigenlijk, als ze op een middag in de stad is, een berichtje van Chris. Dat hij geen contact meer wil. Omdat hij iemand heeft ontmoet en dat er haar nog een fijn leven wenst. Mila is hier eigenlijk helemaal van over haar toeren en ze weet niet wat ze ermee moet. Dus ze denkt, ja shit, weet je wel. Ik had zo'n leuke band met hem. Hij heeft haar ook gelijk ontvriend. Ze blijft proberen te bellen, mailtjes sturen. Er komt nooit meer respons op. Ze bespreekt het ook met Sebastiaan. Maar met Sebastiaan heeft ze ook eigenlijk best wel een goede band. Ze besluiten een paar keer te gaan lunchen en het is wel gewoon heel erg leuk. Maar dan vertelt Sebastiaan dat hij terug gaat naar Nederland omdat zijn vrouw dat graag wil. Mila vindt het echt heel erg jammer. Ze had echt wel een maatje gevonden in Sebastiaan. Dus ze hebben eigenlijk nog een laatste ontmoeting samen en dan vertrekt hij naar Nederland. Ja, dat huwelijk van Lucien en Mila dat gaat gewoon voor geen meter. En dan krijgt zij ook een berichtje dat Chris is overleden en haar wereld staat helemaal op zijn kop. Ze wil dan ook teruggaan naar Nederland om zijn graf te bezoeken. Ze heeft inmiddels wel tegen Lucien gezegd dat ze hem had ontmoet. En dan blijft ze ook weer een paar dagen bij de familie van, of de vriendin van haar. En als ze dan terugkomt, dan heeft haar dochter haar vader wel zo bewerkt dat hij voor haar een bed en breakfast heeft afgemaakt. En zij ook haar eigen ding kan gaan doen in Frankrijk. Dit was het eerste deel. Er volgen nog twee boeken. Die zul je in de volgende gelezen boeken video kunnen zien. Ik vond het een hele mooie reeks. Ik kan hem niet zeker aanraden. Soms kan je wel een beetje irriteren aan Mila. Dat had ik, omdat ze best wel opdringerig is. En eigenlijk, ja, het gaat wel een beetje over vreemd gaan. En dat staat mij niet aan. Dat is iets waar ik echt een hekel aan heb. Dus dat vind ik het mindere deel. Maar voor de rest vond ik het wel echt een heel erg mooi boek die ook lekker weglas. Uiteindelijk zul je zien hoe het hele verhaal zich ontpopt. Dat het echt een heel mooi verhaal is. Maar voor nu was dit deel 1. Dan waren dit de boeken die ik heb gelezen in juni. Ik ben eigenlijk benieuwd of dit boeken zijn die je zelf zou willen lezen. Of dat je er nieuwsgierig naar bent geworden. Of je zelf überhaupt een lezer bent. Ik weet het niet. Iedereen heeft zijn eigen genre. Ik vind dit soort boeken heel erg mooi. En ik ben alweer echt, ik heb alweer zoveel boeken gelezen in juli dat ik echt, ja, het blijft gewoon leuk om te lezen. Ik bleef er heel veel plezier aan. En ik vond dus sommige boeken aanraden, sommige niet. Maar het is een persoonlijke voorkeur. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vindt om te zien en misschien er wat aan hebt gehad. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop een rondje bij mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Als je het belletje aan drukt, krijg je een melding zodra een nieuwe video verschijnt. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. En ik hoop je bij de volgende video weer te zien. Doei!